Uiteindelijk heb ik 10 operaties moeten ondergaan en is mijn onderbeen geamputeerd. Ik scoorde wel, we kwamen op dat moment met 3-2 voor. Ongeveer op deze hoogte is het gebeurd dat ik een schop op mijn stambeen kreeg, net toen ik scoorde. Wat gebeurde er? Nou, we komen in een 2-tegen-1 situatie op de keeper af. Mijn collega spits legt de bal breed op mij en ik heb een leeg doel en ik schoor met mijn rechterbeen. En op dat moment word ik van linksachter vol op mijn stambeen geraakt. En waarna ik op de grond terechtkom en dan zie ik mijn voet in een onnatuurlijke stand aan mijn been staan. Toen de tijd had ik elke dag heel veel pijn en ja, dan houdt het op een gegeven moment houdt het gewoon op en dan moet je de keuze maken om het onderbeen te amputeren. Ik deed productiewerk hier bij SCA. Dat was de luiers die van boven kwamen stapelen om verzend klaar te maken voor de vrachtwagen. En ja, het is staanwerk en als ik moest staan had ik zoveel last van, dat kon gewoon weg niet meer. Ik vind het onbegrijpelijk dat de Hof in ook rechtbank in Groningen dat heeft beslist. Want er is ook heel duidelijk gezegd, degene die hij hiervoor verantwoordelijk stelt, heeft het gedaan. En volgens de regels van de KNVB is het ook een overtreding. Alleen wij vinden de overtreding niet zo erg dat jij recht hebt op een schadevergoeding. En dat vind ik dan heel raar. Hoe erg moet het dan wel worden? Want je raakt je been kwijt, maar het is niet erg genoeg om in aanmerking te komen voor financiële compensatie. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.